Welkom op mijn nieuwe YouTube kanaal. Dit is Coco Lijm. Ik ga hier voortaan wat leuke video's maken over mijn online shop. Ik verkoop namelijk dingen op Etsy. Ik verkoop op dit moment stickers voor je laptop, voor je waterfles. Allemaal waterproof / waterresistant. Ik verkoop gepersonaliseerde sleutelhangers. Ik heb allemaal leuke dingetjes die je bijvoorbeeld een cadeau kan geven aan andere mensen. En ik ben afgelopen jaar net voor de kerst begonnen met haken. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Want ik ga alles laten zien wat ik tot nu toe gemaakt heb in deze video. Ik ben net voor de kerst vorig jaar begonnen met haken. Ik heb best wel een intense periode achter de rug. Mijn laatste normale semester van mijn studie heb ik gehad. En dat was heftig, laat ik het zo zeggen. En ik merkte dat ik echt toe was aan weer een hobby voor mezelf. Want ik doe dus Coco Lijm. Maar dat is ook wel iets geworden wat bijna een moeten werd uiteindelijk. Ik vond het nog steeds heel erg leuk hoor. Alleen, het kost natuurlijk gewoon heel veel tijd. En als je non-stop bezig bent en niks meer echt hebt om echt te ontspannen. Dus echt voor jezelf. Dan kan dat best wel intens worden. En ik had best wel veel stress door mijn afgelopen semester. Ik heb ook met burn-out klachten bij de huisarts gelopen. Dat was ook wel intens. En daarom was ik ook echt dus op zoek naar even iets anders. Iets waar ik mijn hoofd een beetje kan uitzetten. En ik was eigenlijk op zoek... Ik was echt geobsedeerd door punchneedling. Ik zal hier even een voorbeeldje laten zien. Het is een holle naald. En daar kun je je wol doorheen doen. En dan prik je door een stofje dat allemaal eigenlijk een soort van gaatjes heeft. Zoals jute zou je kunnen gebruiken. Dat gebruik ik. Dat is wat goedkoper. Maar je hebt eigenlijk een andere stof. Dat heet Monk's Cloth. Een stukje duurder dus. En daar kun je hele mooie figuurtjes mee maken. En toen ik wol aan het halen was bij de Zeeman voor het eerst. Zeeman is echt top voor leuke wol. Zeker voor als je wat goedkopere wol zoekt voor beginners. Dan toen zag ik trouwens haaknaalden liggen. En toen dacht ik, laat ik gewoon een setje meenemen. Misschien dat het wel leuk is. En uiteindelijk ben ik eigenlijk gewoon echt verslaafd geraakt aan haken. En dat zul je straks ook wel zien aan de hoeveelheid die ik al gehaakt heb in, ja, wat is het? 2,5 maand tijd? Nee, 2 maanden tijd, zoiets. Ja. Maar haken staat er dus ook echt wel onbekend dat het super ontspannen kan zijn. Echt dat je hoofd een beetje leeg kan maken. Ik heb dus zo'n hoofd wat non-stop doorgaat. Ik heb het idee dat ik ADD heb misschien. Maar als je zo'n super druk hoofd hebt wat altijd maar blijft draaien. En altijd maar bezig is met 10 dingen tegelijkertijd. Dan is dit echt wel top om te doen. Want je kan gewoon even een beetje afschakelen. Mijn hoofd gaat nog steeds door. Maar het is wel al ietsjes rustiger als wanneer ik niet aan het haken ben. Kort gezegd. Ik heb een aantal verschillende categorieën waar ik dingen ga laten zien. En we beginnen met amigurumi. Amigurumi staat sowieso voor het haken van knuffeltjes. Ami betekent breien of haken in het Japans. Ik las dat ze daar qua naam geen onderscheid onder maken. Het zijn wel nog steeds twee verschillende dingen, maar ze geven er dezelfde naam aan. En nuigurumi, ik hoop echt dat ik het goed uitspreek, betekent gevuld poppetje. Dus haken van gevulde poppetjes. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, ik heb een aantal dingen gemaakt. En ik zal beginnen met het begin. Met het allereerste knuffeltje wat ik gemaakt heb. Dat is deze. Dit olifantje. Hij heeft alleen wel een beetje een los nekje. Hier zitten wel wat verbeterpunten aan natuurlijk. Zoals het nekje. En wat je hier ook goed kan zien is dat hij wat grof is. Maar op zich mag dat bij haken ook wel. En bovenop heeft hij superleuke bloemetjes. Ja, hij is echt wel super schattig. Ik noemde in het begin mijn Coco Lijm mascotte. Ik had hem zo op mijn bureau staan en dan keek ik continu naar. Maar ik heb nu zoveel gehaakt dat ik denk dat ik een andere nog wel leuker vind. Maar dit is de allereerste die ik gemaakt heb. Dus dat blijft wel een bijzondere. Voor amigurumi wordt heel vaak fluffy wol gebruikt. Echt van die zachte babywol, zeg maar. En daar ben ik aan op zoek geweest. Alleen die is best wel duur. En toen vond ik een bepaald merk die wat goedkoper is, maar wel kleine bolletjes verkoopt. Toen heb ik daar wat bollen van gekocht. En de allereerste knuffel die ik mee gemaakt heb is deze. Deze is echt een beetje wonky. Zeg maar dat kopje staat echt alle kanten op. Maar ik vind die oortjes wel heel schattig. Die zitten dus ook echt zo vast. En hij heeft ook een staartje. Hoe leuk. Maar ja, in ieder geval, je kan hier wel zien dat dit de tweede ooit is die ik gemaakt heb. Het is niet geweldig, maar het is wel schattig. Dan gaan we door naar, volgens mij was het nummer... Nee, wacht even. Ik heb deze eerst nog gemaakt. Deze bijtjes heb je een tijdje voorbij zien komen op TikTok waarschijnlijk, als je ze herkent tenminste.
Dit is een kleintje. Ik heb het patroon een beetje aangepast. Ik zal hieronder, als ik ze allemaal nog weet, de patronen linken die ik gebruikt heb. Deze was van Hooked by Robin. Ook een Engels patroon weer, of Amerikaans patroon om het zo te zeggen. Maar vond ik wel een super fijn patroon. Werkte heel simpel, heel makkelijk. Ik heb er ook een grotere versie van gemaakt. En dat is deze. Hier kun je het verschil goed zien van de maat van beide. En deze heb ik met dezelfde soort wol gebruikt, maar ik heb hier een dubbele draad gebruikt. Wat bij haken heel erg belangrijk is, is als er een bepaald patroon is, om te kijken naar wat de dikte van de draad is en de dikte van de haak. Je hebt namelijk verschillende soorten haaknaalden, verschillende soorten diktes van draden. Dit is dus dezelfde draad, maar dan dubbel. En dus ook een stuk grotere haaknaald, waardoor het precies hetzelfde patroon is, maar veel groter uitkomt. Dus die vond ik ook heel erg leuk om te maken en ook... ja, super schattig. Ik zit er ook aan te denken om mijn bijtjes te gaan verkopen op mijn shop. Dus als je het leuk lijken, laat me onder weten. Als je ook andere dingen ziet of je denkt, oh, dat zou ik echt super leuk vinden in shop, laat me dan ook zeker weten. De volgende die ik heb gemaakt is deze. Dit is ook echt een dotje. Ja, super leuk om te maken ook. Allemaal in een rondje gemaakt in het begin. Dat doe je eigenlijk sowieso bij knuffels maken. Ja, ik vind deze gewoon echt heel erg leuk. En deze heb ik ook met een dubbele draad gemaakt. Dus die werd ook wat groter dan het originele patroon. Dan, deze zul je misschien ook kennen van TikTok, is deze. De koetjes, die zijn een hele lange tijd voorbij gekomen daar. Ik heb alleen een foutje gemaakt, want dit had wit moeten zijn en dit had bruin moeten zijn, het armpje. Maar ja, is nog steeds wel super schattig, denk ik. En hier zitten er ook allemaal aparte onderdelen op. In principe werk je vanaf de onderkant tot het hoofdje helemaal in één keer. Wat wel echt ideaal is. De oren zijn los, deze zijn los, de armpjes zijn los en de snuit is ook uiteindelijk erop gezet. Er zit al veel werk in, maar wel echt een super leuk schattig knuffeltje. Dan gaan we van de knuffels door naar iets anders. Wat in principe ook wel onder amigurumi valt. Het is niet per se een knuffeltje. Als in, er zitten geen oogjes en dergelijke op. Maar dat zijn deze superleuke. Ik hoop dat hij hem scherp zat. Het is een beetje fel hier. Ik weet niet of hij hem pakt. Hij lijkt een beetje overbelicht. Maar deze hangers, deze regenboogjes. Ik heb er nog een paar. Die komen binnenkort ook in mijn shop terecht. Ook met dubbele draden weer gemaakt. Zodat ze wat dikker zijn. En ze zijn gevuld ook allemaal. Dat kun je ook hier zo zien. En het leuke hiervan is dat je deze bijvoorbeeld gewoon kan ophangen als decoratie in je kamer bijvoorbeeld. Maar je zou ze ook... ik heb een auto en dan heb je natuurlijk je spiegel. En dan zou je deze zo omheen kunnen hangen. Ik zal het draadje waarschijnlijk wat langer maken als ik ze eenmaal ga verkopen. Maar ik vind deze ook echt wel heel tof. Lekker fleurig, lekker kleurrijk. Ze zijn ook leuk om te maken. Dit is van een patroon wat ik heb aangepast. Wat ik... nu zo heb dat ik het goed vind werken voor deze wol en dergelijke. Dus zoals ik al zei, deze zijn binnenkort in mijn shop te vinden. Waarschijnlijk nog in meer kleuren. Ik heb tot nu toe een turquoise met wit. Dus een beetje een groenblauwe gekleurd trouwens. Een lichtblauwe met wit. En geel met wit. Maar ik ga nog kijken welke kleuren ik nog meer zou kunnen maken om in de shop te zetten. Naast de knuffels die ik hier heb laten zien, heb ik nog meer dingetjes gemaakt. Een aantal heb ik als cadeau weggedaan, zoals een paar regenboogjes. Ik heb ook een heel klein kuikentje gemaakt. Als ik een foto kan vinden, dan zal ik hem even hier laten zien. Nog een heel klein regenboogje. En dat waren volgens mij wel de knuffels. En dan gaan we nu door naar kleding. Voor kleding heb ik nog niet zo heel erg veel gemaakt. Ik heb twee dingen om te laten zien. Waarvan eentje gebreid is. Dus dat is eigenlijk niet helemaal, telt niet helemaal mee. Maar ik ga hem toch even laten zien. Dat is deze superleuke haarband. Of ja, wat is het? Hoofdband. Dat is zo'n ding wat heerlijk is om je oren te warmen. Ik heb hem alleen iets te groot gemaakt voor mij. Waardoor ik hem eigenlijk niet zo heel erg goed kan gebruiken. Ik heb hier een spiegel staan. Dus dit is lekker om je oren te warmen. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit. Maar hij is dus, zoals je kan zien, hij is bij mij iets te groot. Hij zou wat strakker moeten zitten. Maar dit was wel leuk om te proberen. Ik heb ooit leren breien van mijn oma vroeger. Maar dat is echt zo lang geleden dat ik er niet zo heel veel meer vanaf wist. En ik was dus weer bij de zeeman een keer. En toen dacht ik, laat ik even breinaalden meenemen. Misschien is dat wel leuk. Dus toen heb ik deze gemaakt. Dit ging nog best wel vlot. Ik moet zeggen dat ik breien ook wel leuk vond. Dus ik ga dat dit jaar denk ik ook wat meer doen. Ik weet nog niet wat voor dingen ik ga maken. Breien kom je toch al sneller uit op kleding en kleden. Maar als je leuke tips hebt, laat dan zeker weten wat ik zou kunnen maken. En dan mijn allernieuwste kledingstuk. Die heb ik gisteravond afgemaakt. Het was een wilde zaterdagavond hier in huis.
En dat is... Ik moet hem nog afwerken trouwens, hou dat in gedachten. Maar dat is dit vest. Hij zit heel lekker. Hij heeft een potmouwtje aan de onderkant. Hij is open, hij heeft geen knopen. Dat vind ik namelijk wat mooier. En ik heb hem ook wat korter gemaakt. Er is een bepaald soort vest wat je heel veel ziet online. Dat is het Bernadette vest. En als je dit op YouTube opzoekt, dan vind je ook meerdere tutorials hiervan. Dit wordt normaal gesproken met een stuk... Met één draad gemaakt sowieso. En dan is het ook een stuk langer, een stuk losser. Maar ik vond het wel leuk om hem ietsjes dikker en ietsjes korter te maken. Dus ik heb hem eigenlijk aangepast naar mijn smaak. En ik kan hem wel even aandoen. Wat ik al zei, hij is nog niet afgewerkt en ik moet nog ook wat dingen aanpassen. Want de mouwen zijn eigenlijk te kort. Ik ben best wel lang. Ik ben 1,75 en ik heb heel snel het probleem dat de mouwen te kort zijn. En ik wil de voorkant denk ik ook nog ietsjes langer maken. Want ik vind hem net... Maar de achterkant is hij goed, maar de voorkant is net ietsjes aan de korte kant. Dit vest bestaat eigenlijk uit één volledige flap. Dit is zeg maar los eigenlijk, net zoals hier. Dus dit zou je dan omhoog kunnen klappen en dit maak je dus vast... Aan deze kant. Maar ik heb het niet zo heel mooi vastgemaakt gisteren. Ik wilde het even afmaken. Maar ik ga dit nog opnieuw doen. Dus ik haal hem weer los. Dat is echt het ideale van als je dingen zelf maakt. Dan kun je alles aanpassen. Maar dit is hoe hij eruit ziet. Hij is dus kort. Het is een beetje moeilijk te zien zo. Want ik heb de camera een beetje dichtbij staan. Maar het is een kort vest. En de mouwen die mogen voor mij dus nog ietsjes langer. Ik denk dat ik nog een stukje eraan maak. Zo'n stukje ongeveer. Op zich met een armbandje en zo valt het niet zo op. Maar hij zit wel ongeveer echt tot hier. En ik wil hem eigenlijk wel tot daar hebben. Maar het is wel super leuk om te zien. Het is echt best wel leuk om te maken. En de allereerste keer dat ik zoiets gedaan heb. En ik moet zeggen dat ik hem best wel oké vind geworden. Ik had gedacht dat het een vest zou worden van ik dacht, oh, is leuk gewoon om een keer te maken. Maar die eindigt waarschijnlijk in mijn kast, weet je wel. Maar dat is op zich niet het geval, denk ik. Ik vind hem wel cool. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat me maar weten. En als je een aangepast patroon hiervan zou willen zien... Dan zou ik het wel kunnen maken. Dus dat zou ook wel interessant kunnen zijn. Ik heb mijn vest weer even uitgedaan. Want we gaan door naar de volgende categorie. En dat is whips. Een whip in het Engels is work in progress. En dat betekent dat dat mijn dingen zijn waar ik nog mee bezig ben. Dat vest zou er eigenlijk nog een beetje onder vallen. Aangezien het nog niet afgewerkt is. Maar ik wil hem toch even de kleding laten zien. Maar ik zal je wat dingen laten zien waar ik nog mee aan het werk ben. Of mee ben begonnen en waarschijnlijk niet ga afmaken. Maar dan, dat zal ik erbij vertellen. Oké, ik heb daarvoor twee knuffeltjes nog. Ik heb dit dinootje. Echt, dit buikje. Ik vind het zo schattig. Ik ben helemaal niet per se van de knuffels. Nou, er ligt eentje achter daar. Maar ik vind ze wel ontzettend leuk en schattig om te zien en te maken. Wat er bij deze nog moet gebeuren is dat de spikes er nog achterop moeten komen. Ik heb ze hier liggen. Ik heb ze alleen in de verkeerde kleur gemaakt. Want ik wilde dit een andere kleur hebben. En die komen dan dus zo erop. Dus dat is alvast eentje. En dan heb ik nog een grotere bij van de kleine versie. Oh, ze vlogen bijna weg. Dit is de kleine, dit is dan de grotere. Maar je kan zien dat ik hier de vleugels er nog op moet maken. Die heb ik ook hier zo liggen. De reden waarom ik dit eigenlijk nog niet afgemaakt heb, is omdat ik deze niet helemaal goed heb gemaakt. Ik had verwacht dat die wat kleiner zou zijn. Maar ik heb een andere haaknaald gebruikt dan dat ik bij de vorige heb gedaan. Wat ik niet door had. En ik heb hem ook niet helemaal goed gevuld. Waardoor die echt super squishy is. Op zich zouden waarschijnlijk... Ja, ik denk dat sommige mensen dat niet erg zouden vinden. Maar ik weet niet. Hij valt gewoon niet helemaal mooi. En ik heb dus ook de kleine oogjes voor de grote eigenlijk gebruikt. Ik heb hem wel ook één streep langer gemaakt. Dus ik weet nog niet of ik deze ga afmaken. Maar dat was nummer 2 van de knuffels waar ik mee bezig was. Dan heb ik hier, volgens mij was dit echt een van mijn allereerste haakprojecten. Klinkt alsof ik al heel lang haak, maar dat was dus vorig jaar, een paar maanden geleden. Ik moet hem alleen even uit elkaar halen. Ik zag een patroon voor een muts en toen dacht ik, hey, leuk, dat ga ik doen. Maar hier kun je heel duidelijk nog in zien dat ik echt pas net haakte. Ik denk dat ik dit in mijn tweede week dat ik bezig was ben begonnen. De rand is een beetje scheef, een klein beetje maar. Heel erg. En ik heb hem ook super strak gehaakt. Hij is echt vergeleken met wat ik nu haak, merk ik dat ik een stukje losser haak. Wat ik ook wat mooier vind. Het is wel een heel leuk patroontje. Ik weet niet of je het goed kan zien. Deze is in de achterste lus gehaakt, als ik het goed heb. Met half double crochet. Ik zal even opzoeken wat dat in het Nederlands is. Ik weet het niet uit mijn hoofd namelijk. Ik volg eigenlijk voornamelijk alleen maar Engelse patronen. Dus ik weet nog ineens
Ik weet een paar termen zoals stokjes en vaste en halve vaste. En ik denk dat dit dan halve vaste is. Waarom ik hiermee gestopt ben is, dit duurde zo lang. En omdat ik dus denk ik ook met een kleine haaknaald haakte ik heel strak. Waardoor ik elke keer als ik om die achterste lus moest, echt met mijn nagels eroverheen moest halen. En dan begon ik echt pijn te doen. Dus ja, die ben ik mee gestopt. Het ding is ook, dit is de bovenkant van de muts. Dat was dubbel gekleurd en dit zou dan dubbel komen te zitten. Maar hij moest denk ik nog echt wel tot hier worden gehaakt. En ik was hier toen al zo lang mee bezig. Ik denk als ik het nu opnieuw zou doen, dat het dan misschien wel zou lukken. Dus misschien is het eigenlijk wel leuk om nog een keer te proberen. Om te kijken wat voor verschil kan maken. Want ik merk echt, ik weet niet of andere mensen dat ook herkennen die net zijn begonnen met haken. Is dat je heel snel vooruitgang boekt. Ik merk echt heel snel verschil in kwaliteit wat ik maak. En hoe snel ik haak voornamelijk. Ik kan echt best wel snel haken. Dat verbaasde me wel. En ook voor een gedeelte haak ik ook blind. Zoals dat vest wat ik liet zien, dat heb ik dus... Oké, ik heb gisteren maar bijna de hele dag aan gezeten. Ik heb er de week daarvoor ook bijna een hele dag aan gezeten. En dan twee avonden nog, denk ik. Maar vind ik best wel snel. Dus dat is wel leuk om te zien hoe snel je vooruitgang boekt. Dan heb ik een andere. Ik heb ook echt nog de naald er hierin zitten. Deze heb ik met een 5 mm gehaakt. Ik vind dit trouwens de fijnste naalden. Dit zijn dus naalden met een siliconen grip. Je ziet ook vaak naalden voorbij komen zonder zo'n grip. En dan is het dus eigenlijk een soort van metalen haaknaald. Dat vind ik niet heel comfortabel. Ik vind dit een stuk fijner vasthouden. Maar wat dit is, ik zal deze ook even uithollen, is mijn eerste kleed waar ik mee bezig ben. Hij is ook echt ontzettend lang. Want het is echt al een, volgens mij is het iets van 2 meter. Nee, zeg ik dat goed? Zou dat 2 meter zijn? Wacht, ik ben 1,5. Nee, dat is geen 2 meter. Zeker niet. Ik denk dat dit 1,55 is of zo. Ik vind dit echt een superleuke. Ik vind het een leuk patroon. Ik vind het leuke kleuren. Wacht, dit is de onderkant. Dit is de bovenkant. Je ziet hier ook dat hier een randje zit, zeg maar. Je kan hier een beetje die randjes zien. Hoop ik. Kun je het zien? Nou, een beetje moeilijk. Het is moeilijk te zien, moet ik zeggen. Maar in het echt kun je het goed zien. Ik was al een tijdje bezig. Ik denk dat hier al 10 of 11 uur werk in zit. En toen zag ik dat ik helemaal scheef aan het gaan ben. En ik heb geen idee hoe het komt. En ik kon het nog niet over mijn hart verkrijgen om weer helemaal uit elkaar te trekken. En toen ben ik eigenlijk begonnen aan dat vest. Dus dat was een beetje dat ik dacht van, oh, ik wil iets anders doen. Ik heb er geen zin meer in. Maar ja, dit klopt natuurlijk niet. Als ik hiermee door zou gaan, dan zou je dus uiteindelijk uitkomen met echt een super scheve deken. Ik denk dat ik deze wel opnieuw wil gaan maken. Misschien nog niet nu. Ik weet niet of ik het al aankom. Maar ja, het zou wel leuk zijn om deze weer opnieuw te maken uiteindelijk. Ik heb nog een andere deken in gedachten die ik echt super gaaf vind. Die ik heel graag wil maken ook. Ik zal even een fotootje hier zo plaatsen. Die wil ik ook met groene kleuren gaan maken. Maar ik heb nog niet echt de wol gevonden die ik daar mooi voor vind. Wat ik al zei, ik gebruik sowieso al best wel veel wol van de Zeeman. En ik heb ook dan wat wol online besteld. Maar wol kan echt best wel duur worden. Je kan voor echt goede kwaliteit wol... Nou, dat is al basiskwaliteit wol. Kun je zo een tientje per bol betalen. En dat is al 100 gram. En hier zitten nu al... Ik denk 2,5 bols dat hier nu in zit, zoiets. Maar dat zou dus betekenen dat je nu al 20 euro aan wol hebt. En dit is dan 1/8 van hoe lang de deken gaat worden. Dus nou, reken maar uit. Dit studentje heeft daar nog geen geld voor, helaas. Dus dat gaat me nog niet lukken. Maar bij de Zeeman hebben ze helaas geen groene wol, die ik mooi vind. Dus ik moet nog even gaan zoeken. Ik kijk ook vaak bij de aanbiedingen van bepaalde websites zoals Wolplein en Hobby. Maar ik heb nog niet meer gevonden wat ik zou willen gebruiken. Van het merk waar ik mijn knuffels van maak, hebben ze ook wel leuke wol. En ik denk dat ik waarschijnlijk uiteindelijk die ga gebruiken. Daar hebben ze ook mooie groene wol, zag ik voorbij komen. Het allerlaatste ding wat ik wil laten zien is ook nog een work in progress. En dit is een kledingstuk. Dit was het allereerste kledingstuk waar ik mee begon. Deze is niet waar, die haarband was het allereerste. En deze en het tweede. Maar hier... Echt haken is echt vallen opstaan. Maar deze, dit is een topje. Hij is natuurlijk nog los. Wat het uiteindelijk zou worden is een... Hoe kan ik dit laten zien makkelijk? In principe een topje zo. En dan komen hier nog banden aan. Maar ik vond een maat, zeg maar, dit is een patroon van In The Frills. Heb ik ook online gevonden. Een gratis patroon ook trouwens. Kun je ook heel makkelijk terugvinden. Ik vond alleen de maten een beetje lastig die ze aangaf. Want ze heeft echt heel verschillende maten aangegeven die je kunt aanhouden. We hadden de afmetingen aangehouden en toen kwam ik toch op een emmetje uit. En dat heb ik gedaan. Maar hij past niet. Hij is echt veel te groot aan de bovenkant.
Ik heb hem wel ook langer gemaakt, want ik al zei, ik ben dus wat langer. En dan zijn die topzakken heel erg kort bij mij. Dus dit zou dan hier overheen komen vallen. En dit is dus echt al een rij of zes langer dan het hier zou moeten zijn. En dit is een hele hoge legging die ik aan heb. Normaal gesproken kan mijn broeken tot hier. En ik vind dat gewoon, ja, voor mezelf, ik weet niet. Ik voel me er niet helemaal comfortabel mee om zulke korte tops te dragen. Ik heb het vroeger wel heel veel gedragen, maar tegenwoordig, nee, ik neig daar niet meer zo naar. Maar deze past dus niet. De onderkant past op zich wel. De onderste band, dit stuk zeg maar. Maar dit is echt, nou, ik denk wel meer dan zo'n stuk te groot. Dus ik heb een beetje van, ja, ga ik hem afmaken? Ga ik hem niet afmaken? Misschien dat ik hem afmaak en nog in mijn shop zet, want ik ga hem zelf sowieso nooit dragen. En dan gewoon als een maatje NL, denk ik, misschien verkopen. Ik moet dan even kijken wat de afmetingen precies zijn. Maar daar zit ik nog wel aan te denken om dat misschien te doen. Nou, dat was hem alweer. Ik heb alles laten zien, zo goed als alles, aan wat ik hier heb liggen. Wat ik gehaakt heb in mijn afgelopen 2 maanden tijd dat ik begonnen ben met haken. Ik heb op het moment nog geen nieuw projectje. Ja, ik maak continu al dingetjes. Dus ik wil nieuwe regenboogjes nog maken voor de shop. Maar ik heb geen grote projecten lopen. Ik wil dus nog wel zo'n die ene deken gaan maken die ik liet zien. Die ginghamachtige deken. Maar die moet ik dan eerst even wol voor hebben. Ik moet mijn vest nog even afwerken. Dan is die helemaal klaar. En dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Misschien heb je leuke tips, leuke ideetjes. Misschien heb je iets waarvan je denkt, oh, dat is echt super cool als je dat gaat maken. Laat me dan zeker weten beneden. En wie weet maak ik er ook al een video over dat ik er mee bezig ben. Dat is natuurlijk ook super leuk om te zien. Als je het nou op volgen houdt tot het einde van deze video, kan je. Ik heb veel gepraat, je hebt veel geluisterd. Heb je nou leuke ideetjes voor nieuwe video's? Laat me dat dan zeker beneden weten. Like ook zeker even de video. En volg me voor alles wat er nog komen gaat. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg!